kijkers van mijn kanaal is dus. Wij zijn weer terug. Jannik helpt mij weer mee. En er staat ook een creeper nu daarin. Zoals je kunt zien, de machine gaat heel snel. Ik moest 5 levers voor Jannik maken. Ga nog sneller doen. Oh ja, dat hey, misschien, misschien moeten we de iron die in deze condenser zit even vervangen voor coal. Mag want ook. We hebben heel veel coal nodig. Ja, misschien wel handig inderdaad, ja. Dus met zulke engines werken. Precies, oké. Okay, ik ga van even stokjes maken, zo, hup. Hup, zo, stokjes heb ik. En dan gaan we... Oh, kut. Oh. Potverdorie! Dat kan ik allemaal in dingen doen. Zo, ik heb 5 levers voor je. Oké, okay, nice. Dat moest je hebben, ja. Oké, okay, ja, inderdaad. Misschien wel handig om dat allemaal te vervangen voor kool. Ja, dat heb ik nu gedaan. Dus... Oh, top. Veel kool. Inderdaad. En uiteindelijk dan... Hier, 5 levers. Oh ja, bedankt. Uiteindelijk dan maak ik gewoon een machine die oneindig diamonds maakt, zonder dat wij iets doen. Ja. Oh, oh. We gaan doekoe maken. Doekoe, doekoe, dus, doekoe maken. Maar daarom, omdat je dat kan doen, hebben ze natuurlijk ook wat beters dan diamonds erin gestopt. Ja. Het is rode materie. Wat? Red matter, dat klinkt allemaal heel erg science fiction-achtig. Echt, hè? Van Carmesie, ja. Dikke, alles. Jim had jij genoeg kool, trouwens? Kool? Ja? Ja, ik heb nog wat kool ingestopt. Okay, alleen 2 van de engines lopen nu niet. Okay, dat we geen kool hebben. Maar kijk, kijk, hier ligt nog allemaal kool hier in de... Ja, maar ik bedoel meer van, wat is, heeft geen waarde en dan kunnen we heel veel snel wat kool van maken. Kobbel, denk ik. Of we kunnen, we hebben heel veel sapphire, daar kun je ook wel een beetje in gooien. Oké. Okay. Ik heb de helft van de sapphires gepakt, hier nog wat van de... Is goed. Dan kunnen we heel snel wat kool maken, namelijk inderdaad, wat wel heel handig is. Ik stop ook wat lapis in, want lapis heb je ook niet zoveel aan. De bloemetjes zijn we niet nodig, ik heb hier nog kool. Zo. Oh, ik heb er 15 lapis in gegooid en wel bijna 2 stacks. Lol, meen je dat? Oké, okay, ja. Ik ga dit er allemaal in gooien, kijken welke dag ik krijg. Nou, mooi zo. Even kijken, ja, deze 2 engines, daar moet nog wat kool in. En dan, deze erbij. Oké, okay, nu komt de set fires, kijken of stacks er dan van komen. Goed. Veel? Meer dan zat, man, nu. Oké, okay, dat is nice. Oké, okay, laten we even wat in de machines flikkeren. De 2 die draaien nu niet. Dan zet ik daar allebei een halve stek in. Wow, dit is power, jongen. Ja, dit is heel mooi. Misschien is het handig als we dan binnenkort even de alle shit hier naar het huis verplaatsen ofzo. Ja, misschien wel, hè? Ja, want hier zijn allemaal creepers en zo en voor je het weet, dan is er iets kapot. Ja, we moeten het eigenlijk helemaal overdekt gaan maken. Ja. Oh, deze is groen. Wat? Oh, dat is een houten. Ja, dat is een andere. Dan betekent dat die ook bijna op geel springt. Oké. Okay. Waarom gaat deze niet naar geel? Geen flauw idee. Volgens mij duurt dat best wel lang, maar... Potverdorie. Kijk, hij gaat al sneller, dus... Heerlijk, oké. Okay. Alles gaat doorgesluist worden, hier gaat niks, dat wordt opgesplitst. Oké, okay, wat is nu onze volgende taak om wat te gaan maken? Nou, dan moet ik even kijken. We kunnen iets maken dat als je in 1 kist gewoon ore stopt, gewoon diamond. Dus als je die er dan in stopt, dat het dan automatisch in een andere kist eruit komt als een ingot. Weet jij wel dat je helemaal geen armor hebt? Nee, dat ga ik helemaal niet door, joh. Zullen we even een setje voor je maken? Dat ga ik wel even doen. En ja, hoe kon je nou de ores verdubbelen dan? Want daar had je het ook over. Ores verdubbelen, ja. Dan heb je een macerator nodig. Ja. Dat kunnen we wel even maken. Ik zal even het crafting recycle opzoeken. Dat weet ik niet precies meer. Macerator. Oké, okay, en dan hoef je alleen nog een helpen. Oh. Oké, okay, ik heb voor jou een heel setje. Kijk eens daar. Oké, okay, zo. Oh, het ligt allemaal achter je daar. Oh, lol. Zo, bam. Oké. Okay. Ja, nee, als we dat ook nog eens kunnen verdubbelen, dan gaat het allemaal heel hard in één keer dan. Ja, dat is stekkerd, hè. Automatisering. Ja. Dat is heel snel doen. Ideaal. En dan, wat is ons uiteindelijke doel? Een fabriek bouwen, toch? Gewoon een hele fabriek, ja. Oké, okay, wat voor fabriek zullen we maken wat echt vet cool is? Nou, we kunnen wel een atoombomfabriek bouwen of zo. Wat? Een atoombomfabriek. Serieus? Kan ja, dat? Dat kan.
Wow. Dan kun je gewoon allemaal van, hoe heet dat, uranium zoeken en shit. Oh, wat? Lol. Ja, is cool. Zullen we iets gewoon zelf vet gaan maken? Ja, je kunt het gewoon helemaal automatiseren, joh. Zijn er ook dingen die nog nooit gemaakt zijn of zo? Vast wel, maar ik weet niet precies wat. Kunnen we dan ook wel misschien gaan maken? Iets wat nog nooit gemaakt is. Ja, we kunnen ook de magische kant op, want je hebt een mot erin en dan kun je allemaal magische shit doen en zo. Oké, dus we kunnen heel veel gaan doen. Ja, ik zal je wel even anders wat dingen opschrijven die we kunnen doen. Ja. Oh, het klinkt dan wel heel interessant inderdaad. Even kijken wat nog meer. Oh, we hebben al heel veel kool. Goedemorgen. Zo. Macerator. Solar panels, magic shit, meer machines. Nuke fabriek, boom. En als je die nuke fabriek hebt gemaakt dan, wat kan er dan gebeuren dan? Nou, dan stop je de uranium in de ene kist. Yeah. De andere kist gunpowder. En dat gaat dan in één keer samenkomen. En dan uiteindelijk, dan komt het er aan de achterkant van de fabriek uit als een nuke. Wow. En dan gaan we de nukes verkopen aan creepers of zo. Aan creepers? Tuurlijk. Wow, en wat moeten we eraan? Nou, niks, maar wat moeten we er anders mee? Opblazen. Oh ja, ja, maar dan moet wel heel ver van onze fabriek, hè? Is dat zo groot dan? Nou, misschien wel 100 bij 100 blokken of zo. Wow. Wow, laten we zo'n ding gaan maken, man. Ja, dat gaan we doen. En dan gaan we een heel fabriek maken. Oké, ja, weet je. Als jullie nog ideeën hebben wat Jannik nog op het bordje moet zetten, want hij heeft nu een heel mooi bordje gemaakt. Laten we afspreken. Laat het achter in de reacties. Check even Where the Hypo Games, zoals hier ook op zijn hoofd staat. Zo. Ja. Dan moet er alleen nog even Games achter. Dan zien wij jullie weer bij de volgende aflevering. Aangezien Games toch nog een poosje weg is. Dan gaan Jannik en ik gaan de nieuw bouwen. Weet je wat gaan we hier nou doen? Nou, zien we dan wel. In ieder geval tot de volgende aflevering, jongens. En check Where the Hypo Games. Doei!